De Waddenzee. Een van de grootste getijdengebieden ter wereld. Een wereld vol biodiversiteit, maar ook een gebied onderhevig aan verandering. Het signaleren van verandering begint bij zeegaand onderzoek. Het nieuwe schip dat de wetenschap naar het hart van dit gebied brengt, is vernoemd naar ecoloog Wim Wolf. Voor mij is hij de godvader van het waddenonderzoek. Hij heeft daar echt zo'n bodem onder gelegd. En hij was ook overal bij betrokken. En een van de belangrijkste dingen die hij heeft gedaan is The Ecology of the Wadden Sea. Meer dan 1000 pagina's. En iedereen grijpt daar nog steeds op terug. En als het gaat over biodiversiteit, al die lijstjes die staan daarin. Inclusief de duiding van wat dat dan betekent. Wat maakt de Waddenzee uniek? Nou ja, het feit dat we werelderfgoed zijn geworden geeft dat al aan. En een belangrijk punt is daarbij dat het heel erg groot is. Het grootste aaneengesloten in het getijdengebied van de wereld. En tegenwoordig gaat er heel veel aandacht uit naar de effecten van klimaatverandering. Dat maakt dan de Waddenzee ook uniek en bijzonder is dat dit toch een van de plekken van de wereld is waar je wel hele snelle opwarming hebt. Dus we zien hier dingen sneller gebeuren, eerder gebeuren dan in menig ander gebied. De grens ligt niet bij het water of op het land. Het is gewoon één systeem wat gewoon elkaar nodig heeft om te kunnen leven. Wij hebben niet de middelen en de mogelijkheden en de kennis om dat onderzoek te kunnen doen op de zee. Dus wij zijn afhankelijk van onderzoeksinstituten om dat onderzoek voor ons te doen. Die gegevens worden natuurlijk ook gebruikt om beleid te maken. Hè? Dan weet je welke dingen er belangrijk zijn. En wij hebben dan die gegevens van het onderzoek nodig om het daar te over te kunnen hebben. Je kan pas beleid maken in Nederland als je weet wat er leeft en wat er moet gebeuren. Voor mij is het heel belangrijk om de regels van het systeem soort van uit te pluizen. Om dan te weten hoe we zo'n systeem in een best wenselijke staat te houden of misschien terug te brengen. En daarvoor is het essentieel om toegang te hebben tot zo'n schip waar je, nou ja, je onderzoek kunt doen, waar je experimenten, want we zijn ook veldexperimenten aan het doen. En ja, dat is gewoon niet te doen als je geen schip hebt. Dat is ja, heel makkelijk eigenlijk. De Wim Wolf is onderdeel van een nationale vloot voor de gehele marinewetenschap. Het state-of-the-art schip is speciaal ontworpen voor het Wadden- en Delta-onderzoek. Zo manoeuvreert het makkelijk door ondiep water en kan het schip droogvallen. Door het duurzame ontwerp en de moderne onderzoeksfaciliteiten is het uitgerust voor de toekomst. Die jonge onderzoekers, wat je ziet nu, deze generatie, is heel erg maatschappelijk betrokken. En wat zij hebben is, we hebben natuurlijk allerlei moderne middelen nu. Moderne analyse technieken, satellietbeelden worden steeds vaker gebruikt. Machine learning is nu, dus dat je op een hele andere manier met je data omgaat dan mijn generatie en de generatie van Wim Wolf daarvoor. Reden des te meer dat we heel blij zijn dat het schip er komt en dat het groot is. En dat je dus met veel mensen naar buiten gaat en dat je ook ruikt, proeft, ziet, ervaart wat er buiten gebeurt. En je ook verbaast dat je denkt, oké, ik heb dat wel helemaal doorgerekend, maar dan snap ik dit niet. Want ik zie het wel, maar hoe zit dat dan? Ik denk dat ik het afgelopen jaar 3 maanden op de Navicula ben geweest. Dus ik maak intensief gebruik van het schip. En dat zal met het nieuwe schip ongetwijfeld niet anders zijn. Ik ben heel benieuwd. Een nieuw schip, nieuwe mogelijkheden. Ik kijk er heel erg naar uit.